slag. Eén slag heeft ze. En die gaat er niet door, want... Hoppakee. En toch is Britt binnen, maar moet terug. Nee, één punt. Punt. Is binnen. En Lieseke Rijs moet terug, want die is uitgegaan daar van 4 naar 3. Goed, 2-0. En aan slag nu. Het pak nummer 15. Dan weet ik niet wie dit is. Waps, die is weg hoor. Die is heel ver weg. En gaat Jesse van Aalst die vangen? Ik denk het wel. Dat is echt een bal van Jesse. Nee. Nee. Hij is eruit. Hij is eruit. Het is een home run voor Laura Wissing van TTT. De Tigers. Woehoe. Nou, dat is wel lekker, hè, niet? Welke spot zitten we in de slaglijst? 9. 9, oké. Okay. 9e spot. Helder. Dus je hebt zo de kop van de slaglijst. Ja, oké, okay, helder. Don't worry. Kom. Be happy. Hoppakee, en die is ook weg. En die gaat richting het linksveld. En dat is een vangbal. Sacrifice fly. En sacrifice fly. En het is 2-1. Oké, okay, punt binnen. Prima deal. 0-0 voor een punt. We hebben nog steeds een loper op 2 overgehouden. Om in het biljarten te praten, er is wat overgehouden. Ja, en de volgende goed. En de volgende aanslag is dan inderdaad de kop van de slaglijst. En dat zal dan moeten zijn Brenda Beers. Nee, dat is Brenda Beers. Ja, dat leek mij ook. Blijkbaar maar... zie jij het nu ineens heel anders dan ik. Dat... Nee hoor. Ja. Hoppa, die is ver weg. Die gaat eruit. Is dat een home run? Nee. Nee, tegen het hek. Jawel, het is een home run. Home run voor Brenda Beers. En die brengt de stand op 3-2 voor Olympia. En die krijgt nu tikjes op haar voorhoofd. Raakt de plaat aan en ze is thuis. Die en daar zit hij weer in de herhaling en wij waren hem helemaal kwijt. En wij dachten dat hij op de warning track landde, maar dat deed hij niet. Hij stapte net uit daar en ja, geregeld. 3-2, Kevers. Nee, ik denk voor Jindy. Die gaat er ook overheen, op hetzelfde punt. Ligt hij? Ja. Wordt doorgewerkt. Komt ze thuis? Ja. 4-2. 4-2. Prima bezit, prima bezit. Lopen ze op 1 en 2. We krijgen nu aan slag met pak nummer 21. Is dat? Brenda Beers. Brenda Beers. We zijn bij de kop van de slaglijst. We zijn bij de kop van de slaglijst in onze uitzending. Zo is het. Grappig. En daar gaat die bal helemaal naar het linksveld. En daar wordt hij gevangen ook. Ja. En dat is een sacrifice fly. Er wordt opgescoord door Jindy Beekveld. En hebben we een loper op 3 ook. Goed. 5-2 voor Olympia. Pak nummer 25, Cindy van der Zanden. Ja. Daar is die vangbal. En daar komt de loper binnen. Dank voor Cindy. En nu is hij wel weg hoor. En dan wordt weer opgescoord. Ja. En dat is 6-2 nu voor Olympia. En met de loopster op het eerste honk gaat nu aan de slag. Is dat de nieuwe, of is dat Jesse? Ja, Jesse van Aalst. Ja, Jesse van Aalst. Nou, hier gaat geen lekkere klap worden. Wijdbal, 1-1. Ja, ze hebben alleen maar 4 wijd gehad vandaag. Is dat zo? Ja, een beetje wel, ja. Nou, dat is ook prima, toch? Hm? 2 keer 4 wijd in deze wedstrijd alleen al. En nu is hij weg. En die wordt gevangen. En dat is, laten we maar zeggen, einde wedstrijd. Want het is nog een minuut gaan. Ik geloof niet dat de inspiratie bij TTT is om nog even door te gaan. Bij mij in ieder geval niet. En we hebben een leuke wedstrijd gezien. En mooi einde hier van dit toernooi, Jan de Wit toernooi. Wij zijn er weer volgende week om 2 uur in Rotterdam. Bij Neptunus. Tegen TTT. Ja. En dat is een beetje op mijn thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd, op mijn eigen grondgebied zal ik maar zeggen. Oké. Okay,